Hoi! Het zit al lekker onder. Ja, we zijn al lekker aan het zwerven. Dit is de allereerste verhuisvlog. We gaan samen wonen. En ja, in deze video's gaan jullie een beetje meenemen hoe we het gaan doen. Hoe we van dit naar iets heel anders gaan. Hopen we. En ja, we gaan jullie gewoon een beetje meenemen in hoe we gaan verven en hoe het gaat worden. Hoe het allemaal, ja. Maar heb je dit al gefilmd? Ja, ik had wel, ik heb al kleine stukjes gefilmd. Dus, jullie gaan het zien. Ja, doei. Oké, nou hier is de voordeur als je binnenkomt. Alles staat in de grondverf, dus vandaar dat je misschien een beetje vlek ziet. Maar dan kom je hier binnen. En dan heb je hier gelijk een kamer aan je rechterhand. En dit wordt de kledingkamer. Alles moet nog helemaal geverfd worden. Dan heb je hier dus de kledingkamer, onze leuke deurmat. En dan heb je hier dus de voordeur. En dan heb je een hele lange gang. Nou, hier zit niet zoveel boeiend. Dit is gewoon een meterkast en wat plankjes. Daar kunnen we schoenen op zetten of zo. Dit is ook niet zo'n boeiende kast. En dan heb je hier nog een grote muur. En hier willen we eigenlijk een grote spiegel ophangen. Dan heb je hier nog een hele diepe kast. Voor allemaal voorraad dingetjes en zo. Nou, dan heb je hier de deur naar de badkamer. Even kijken. Gewoon prima wasbak, spiegeltje. En dit is de douche. En dan hier om het hoekje komt de wasmachine. Dan hiernaast heb je de wc, maar die staat nu ook in de verf. Even kijken of ik dat goed kan laten zien. De tegels die staan nu in de verf. Dat is weer helemaal fris wit. Alleen de vloer moet nog geverfd worden. En dat wordt een beetje donker anthracietgrijs. En er komt nog een nieuwe wc-bril en zo op. Dit moet natuurlijk allemaal nog netjes teruggezet worden. Maar dat is de wc. En dan heb je hier de deur naar mijn slaapkamer. Best wel een grote kamer. En we hebben natuurlijk die andere kamer waar de kledingkasten in komen. Dus ik hoef hier in principe alleen mijn bed en zo kwijt. Ik denk dat ik mijn bed hier neer ga zetten. Hier een leuk make-up tafeltje. En dan heb ik dit ding ook nog. Ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee ga doen. Maar ik denk dat ik hier allemaal planken in ga zetten. Zodat ik daar al mijn schoenen of tassen mooi op neer kan zetten. En dan heb je ook nog een leuk balkonnetje. Zo. Als je dan mijn kamer uitgaat, zit je eigenlijk gelijk in de keuken. Nou, die is nog een troepje. Moeten nog schoonmaken. Moeten alles nog schoonmaken hoor. En hier heb je dan ook een deur. En die loopt dan naar het balkon van mijn kamer. Dan loop je er hierheen. Dan heb je hier een deur. En dat is de deur naar Dagmarders slaapkamer. Dit wordt Dagmarders slaapkamer. Heel groot. En daar is dan ook weer een deur naar een balkon. En dat balkon zit dan weer los. En als je je dan omdraait, heb je de woonkamer. Maar hier komt dus nog een muurtje. Zodat de slaapkamer van Dagmar en de woonkamer gewoon twee aparte delen zijn natuurlijk. Maar die moet nog gemaakt worden. Dat komt nog. Dan heb je hier dus een soort van, een soort tussenstuk. Wel heel leuk vinden we dat. En dat hoort dus straks nog bij de woonkamer. Want het muurtje komt van dit uiteinde tot dat uiteinde. Ik heb hier nog een mega grote kast. En dan heb je hier de woonkamer. Hier heb je ook weer zo'n schuil. En gisteren hebben we de bank opgehaald. En dat is deze. Echt prima bank. We hebben er maar 100 euro voor betaald. Dus wij zijn helemaal blij. Dan gaan we hier lekker zo'n kleedje neerleggen. Allemaal leuke kussentjes. Hij gaat hier niet staan hoor. Maar morgen ga ik deze muur verven met Zoe. Dus dan staat hij eventjes van de muur af. Maar dit is dus de woonkamer. En dan zeg maar hier in het midden willen we dan de eettafel gaan neerzetten. Ik zal het even vanaf hier laten zien. Dus dat. Dus eigenlijk kan het klussen allemaal nu wel een beetje gaan beginnen. Morgen ga ik dus met Zoe het eerste doen. Gaan we deze muur gaan helemaal wit verven. En we gaan mijn kamer helemaal wit verven. Dagmar's vader is al een beetje begonnen met de badkamer en met de wc om dat weer opnieuw te verven dus. En ja, de winkels zijn nu gewoon dicht, dus dat is vervelend qua
we kunnen geen dingen kopen in de winkels en zo. We hebben gisteren wel een tafeltje besteld. Komt ook morgen binnen als het goed is. Dus ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Maar dat is eigenlijk nu een beetje de lege house tour. En uiteindelijk gaan we natuurlijk ook wel laten zien hoe we alles hebben ingedeeld en zo. Maar dat kan nog wel even duren. Het is vandaag zondag 10 januari. En Dagmar en ik gaan vandaag klussen verder in het huis. Nou, klussen, we gaan verven. Deze muur had ik afgelopen donderdag met Zoe gedaan. Toen was ik alleen helaas mijn camera vergeten. Maar die hebben we opnieuw wit geverfd. Alleen je hebt nog wat vlekjes. Dus deze muur gaan we nog een keertje opnieuw doen. En de andere kant van de muur, deze, die gaan we een kleurtje geven. En dat kleurtje is gisteren bezorgd. Die hadden we besteld, aangezien alle winkels nu natuurlijk dicht zijn. En dat gaat deze kleur worden. Urban Taupe van Flexa. Het is een heel mooi beige kleurtje. Je ziet het op camera niet zo heel goed. Dit was ook de kleur die ik in mijn oude slaapkamer had. Het is echt een hele mooie kleur. En ja, je kan nu natuurlijk gewoon niet zo goed een kleur online bepalen. En van deze wisten we dat die mooi was. Dus vandaar dat we voor deze hebben gekozen. Daar heb ik twee potten van. Dus dat gaan we vandaag doen. En ook de badmat heb ik meegenomen. Die ga ik alles in de badkamer leggen. Zodat als Dagmar komt, zometeen is onderweg, dat ze hem ziet. Kijk, dit is hem. Van de H&M gewoon. Hij was in de sale. Maar echt super leuk roze kleurtje. Dus die gaan we in de badkamer liggen. Ik zie er echt niet uit, maar ik heb dus mijn klusoutfit aan. Ik weet niet waarom ik moet neerleggen eigenlijk. Waar leg je zoiets neer? Moet hij hier? Zo, als je uit de douche komt lopen, of moet hij hier? Ik weet het niet eigenlijk. Dus als je uit de douche komt lopen, denk ik. Ik heb geen idee. Zo, licht uit. En de wc. Die had ik jullie volgens mij vorige week laten zien. Toen die nog niet af was. Nu is die bijna af. Maar haar vader heeft dus de vloer opnieuw grijs geverfd. Echt super mooi is dat geworden. De muurtjes zijn weer helemaal wit. Er komt dus alleen nog een andere wc-bril op. En dan is de wc ook weer helemaal mooi, schoon en fris. Dus ja, dat is dat eigenlijk. En mijn kamer ga ik dinsdag verven met Milan. Ik twijfel nog een beetje of ik een muur een kleurtje wil gaan geven. Oh, ik ga eventjes een meetlint pakken. Want ik wilde eventjes opmeten of ik een 1,60 of een 1,40 bed wil. Even kijken wat mooi staat in mijn kamer. Kunnen we het even opmeten. Met mijn bed. Kijk of ik het jullie goed kan laten zien. Kijk, ik wil eigenlijk dus hier in deze hoek zo mijn bed hebben. Want ik heb uitgemeten tot deze muur is het 1,40. En zo is het ongeveer tot hier 2 meter. Dus dat zou dan echt perfect passen. Maar ja, op zich, ik kan ook wel een 1,60 bed nemen. Die 20 centimeter maakt dan op zich ook niet uit. Voor de mooie is 1,40 wel mooier. Gaat er maar af. Ja. Oh. Zet ze maar half af. We hebben het meegeverfd. Oh, deze misschien wel. Oh. Ja, nee. Ja, we hebben het meegeverfd. We kunnen het inderdaad. Oh, daar is het eten. Ons eerste broodje is besteld. En waar gaan we zitten? Ja, op de bank. Bij jou zijn er twee verfstellen hier, toch? Maar niet de brood. Stokje eruit. Het is wel echt een mooie kleur, hoor. Camera lijkt gewoon wit. Mooi is die kleur. Ja. Hè? Ja, heel mooi. Nou, we zijn klaar. De eerste laag van de muur zit erop. Je ziet hier nog wat vlekken, maar er komt dus nog een tweede laag op. Dat gaan we van de week doen. Net toen ik wilde beginnen met vloggen, viel mijn camera uit. Super dom. Maar het is vandaag zaterdag 16 of 15 januari, een van de twee. Maar er is vandaag echt iets heel erg groots in het huis gebeurd. Mijn vader en een collega van hem, twee collega's, die hebben een muurtje geplaatst hier in het huis. Ondertussen heb ik niet gefilmd. Ze waren hier al om 7:30 vanmorgen. Toen was ik er ook al. Heb ik even met mijn vader wat eten gehaald en zo. Om ze een beetje, zeg maar, te verzorgen. Even kijken. Wat staat hier allemaal?
En zij hebben dit muurtje geplaatst. Ik ga even de camera omdraaien. Kijk, zo kun je het wat beter zien. Dit was natuurlijk eerst allemaal één grote ruimte. En kon je gelijk doorlopen naar Dagmar de slaapkamer. Nou, nu staat er dus een muurtje. Die hebben ze er dus vandaag ingezet. Echt mega snel. Het is nu 12 uur en ze waren al klaar. Dit moet nu nog helemaal drogen. Want dit is zeg maar om die kiertjes op te vullen. En dan dinsdag of zoiets gaan we het wit verven. Zodat het gewoon helemaal wit is. En dat heb je dus ook via deze deur. Dit wordt dan de slaapkamer van Dagmar. En aan haar kant heb je de andere kant. Maandagavond gaat mijn vader dit nog eventjes helemaal dichtkitten. En dan komt er ook nog een plintje, zodat het mooi is afgewerkt. Maar deze kan dinsdag ook helemaal wit geverfd worden. Dus dat is wat ze vandaag gedaan hebben. Zou je net zien dat het niet meer lukt? Echt hè? Wacht hier. Oh, lekker. Kijk, die handen ook vies zijn. Lekker op gips of zo. Lekker hoor. Je hebt nog een stukje. Nou, het muurtje hebben we gisteren geverfd. Dagmar, Keer en ik. En dit is in Dagmar de kamer, die is nu helemaal af. En in mijn kamer zat ook zo'n muurtje, een gat. Die is nu ook helemaal af. En vanaf mijn kamer ook. Alleen moet nog eventjes gekit worden, maar dat komt wel. En vanaf de woonkamer is die nu ook helemaal af. Dus Mio en ik gaan nu eventjes een beetje schoonmaken voor als de meubels dan vanavond komen. Want vanavond komt alvast Dagmar door bed, mijn bed en de kledingkasten. Dus we gaan nu eventjes de vloer schoonmaken. Zodat als dat komt, dat het gewoon schoon is. Dat we dat niet hoeven te doen als de meubels er al staan. Dus dat is voor vandaag een beetje wat we in het huis gaan doen. Donderdag. En ik had jullie natuurlijk gisteren verteld dat gisteravond eigenlijk de meubels zouden komen. Maar het busje die we zouden lenen, dat ging helaas niet door. Nu krijgen we dus zaterdag het busje en gaan we dus zaterdag echt alles verhuizen. Want we hebben dus zaterdag de hele dag de bus. Stel we zouden gisteren de bus hebben, was het echt maar 2-3 uurtjes. Maar morgen of zaterdag hebben we hem dus heel de dag. Mega chill. Dus we gaan alle kasten, alle bedden, alle stoeltjes, gewoon alles verhuizen van Dagmar en van mij. Dat hier echt wel onze slaapkamer, alle spullen daarvan staan eigenlijk. En van de kledingkamer. Ik heb geen idee hoe lang deze vlog is geworden. Deze verhuisvlog. Want ik denk dat ik hem hierbij ga afsluiten. Dat dit echt het verfgedeelte was. En dat de volgende verhuisvlog dus een beetje het inrichten en zo wordt. En de meubels verhuizen. Dus echt het verhuisgedeelte. Ik hoop dat deel 1 een beetje lang is geworden. Ik durf het niet helemaal te zeggen. Wel heb ik net keuken schoongemaakt, de woonkamer, of niet de woonkamer, de wc, de badkamer. Ik ga er niet heen lopen helemaal, want ik heb ook getweld vanaf hier ongeveer. Maar de keuken is helemaal schoon, wc is helemaal schoon, badkamer is ook helemaal schoon. Dus dat is fijn dat alles gewoon lekker schoon is. Je hoort het misschien al, maar er wordt dus echt heel erg geboord. Gisteren heb ik natuurlijk Dagmar de kamer helemaal getwild. Ze is helemaal schoon voor als zaterdag al haar meubels komen. En ik zal ook nog even mijn kamer laten zien. Mijn kamer is ook helemaal schoon en getwild. Voor als de meubels komen. Lekker zonnetje in mijn kamer. Ik denk dat ik daar mijn bed neer ga zetten. Hier een make-up tafeltje. En dan tegen deze wand mijn spiegel aan. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Maar ja, dat was eigenlijk dus alles een beetje voor deze verhuisvlog. Zoals ik al zei, ik heb geen idee hoe lang die is geworden. Want
ja, soms was mijn camera leeg als ik ging verven. Soms was ik het gewoon oprecht vergeten. Dus ik hoop dat hij een beetje leuk is geworden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze verhuisvlog. Vond je hem nou toch leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Ik weet nog niet wanneer de volgende verhuisvlog komt. Ik denk vrijdag over 2 weken. Omdat ik dan gewoon net eventjes iets meer beeldmateriaal heb. Want ja, de komende week gaat er wel veel gebeuren. Maar ik weet niet of dat genoeg is voor 1 hele video. Misschien wel. Misschien dat hij over volgende week vrijdag komt. Maar hou er maar rekening mee. Gewoon vrijdag over 2 weken. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze verhuisvlog. En dan zie ik jullie in de volgende weer. Doei!